In 1917 wordt Sparta opgericht in Apeldoorn, waar de eerste Sparta-fiets wordt gemaakt. In de daaropvolgende jaren wordt de productie uitgebreid met de populaire transport- en bakfietsen en melkkarren. Met de opkomst van de verbrandingsmotor worden motoren aan het assortiment toegevoegd. Vanaf dat moment groeit Sparta uit tot grootste motorfietsfabrikant van Nederland en gaat techniek en fietsontwikkeling hand in hand. In de jaren 90 ontwikkelt Sparta de bekende SpartaMet. Kort daarop presenteert Sparta de eerste elektrische fiets aan de wereld, de Sparta Faros. In 2003 wordt de Sparta Ion geïntroduceerd, waarmee de elektrische fiets definitief in Nederland doorbreekt. De Ion levert Europees marktleider Sparta vele prijzen op. In 2006 en 2007 wordt Sparta opnieuw beloond bij de Fiets van het Jaarverkiezing. Sparta krijgt een eervolle vermelding voor de Ion, die eruit ziet als een gewone fiets. Deze Ion is een echte doorbraak in vormgeving en techniek. Nu is Sparta weer een stap verder in de toekomst met de Ion DT. De allereerste Ion met uitneembare accu in het frame. Het dockingstation is uitgevoerd met vochtwerende connectoren. De Ion DT kan dus ook zonder batterij gestald en vervoerd worden. De control unit, oftewel de computer van de Ion, is veilig en fraai weggewerkt in het frame en is makkelijk bereikbaar voor onderhoud. De comfortabele en soepele ondersteuning van de Ion is te danken aan de meest geavanceerde trapkrachtsensor. Deze sensor meet de trapkracht en bepaalt aan de hand daarvan de hoeveelheid ondersteuning. De motor, geplaatst in het voorwiel, is speciaal voor de Ion DT ontwikkeld. Deze nieuwe motor zorgt voor nog betere prestaties. In combinatie met het groter vermogen zorgt deze motor voor optimale drivability. De Ion DT beschikt over het beste van twee werelden. Een uitneembare accu, vrij weggewerkt in het frame. De accu beschikt over een geavanceerd battery management systeem. Dit systeem houdt de accu in optimale conditie. De Sparta Ion DT is uitgerust met een HD-display. Extra plat, uitgevoerd in hoge resolutie, compact en makkelijk afleesbaar. Het display is handig en veilig te bedienen zonder de handen van het stuur te halen. De Power Assist module is een handige gashendel voor een extra powerboost en biedt automatische ondersteuning tot 3 km per uur zonder te trappen. Door de optimale locatie van de accu in het frame beschikt de fiets over een laag zwaartepunt. Dit komt de rij-eigenschappen ten goede. De motor in het voorwiel en de gesloten kettingkast maken de DT bovendien onderhoudsvriendelijk. Met de Ion DT heeft Sparta een nieuwe stap gezet in e-bike technologie. Ontdek het ook en ervaar de toekomst vandaag!